€2, €3. Oh, dat is goed. De markt in de Helmondse wijk Mierlohout is traditioneel een kleintje. Maar de vakantie en de hitte zorgen ervoor dat het wel erg rustig is vandaag. Dus als er dan geen klanten zijn, dan kost het alleen maar geld. Ja. Paula van Bladel draait deze week geen geweldige omzet. Toch komen er tientallen trouwe klanten langs die allemaal vinden dat mensen niet zo moeten klagen over het weer. We moeten blij zijn dat we goede weer hebben, we hoeven niet weg. Het is lekker weer om buiten te zijn. Een beetje rekening houden met de temperatuur, schaduw, genoeg drinken. En dan komen we de dag wel door. Is het goed weer en dan durven ze niet te komen. Nooit goed. Marktkoopvrouw van Bladel ergert zich aan de nadruk die op de hitte wordt gelegd. En alle mensen die worden aangeraden om binnen te blijven. Ja, dat moeten ze dan eigenlijk niet zeggen, want wij zijn er ook. Wij doen ook ons werk. Riekie Moon stond vroeger ook met een kraam op de markt. Toch nog wel wat volk geweest. Ze snapt dat oude mensen, als ze er echt niet tegen kunnen, zoveel mogelijk in de schaduw moeten blijven. Maar gezonde mensen die zeuren over tropische temperaturen... Dat ze zijn eigen moeten schamen. Ze gaan wel op vakantie naar de hitte, maar als het hier een goede weer is, dan mopperen ze. Niks mopperen. Pakken wat komt. Bij min 7 in de winter of 32 graden in de zomer. Paula van Bladel staat elke dinsdag met haar fruitkraam in Helmond. En door niet te zeuren, maar hard te blijven werken, blijft de kassa rinkelen.